Hey, reviewvrienden! Hoe is het daar? Nou, wat zal er toch onder het doosje zitten? Wat heeft Achmed je opgestuurd? En trouwens, wil je me steunen voor deze prachtige reviews? JanRoos.dekny.org. Linkje zit hieronder in, hè? Tenminste, niet onder het doosje. Onder dit item. Ja. Goed, wat zit er onder het doosje? Oh! Allemaal rondjes! De witte rondjes, die komen overduidelijk uit Rusland. Er staat iets op als... En dat betekent witte rondjes in het Russisch. Tartali à la Pugliese. Deze rondjes, die komen uit Italië. Lekker internationaal, Achmed. Ah, de Russische rondjes... is voorbij de koffie, want daar staat een kopje café op. Zie je dat? Hier. De Italiaanse rondjes zijn dus niet voorbij de koffie, want hier staat op dat het gemaakt is met lekkere olijfolie. Dus ik denk zomaar dat dit een zoutje is en dit een zoetje. Nou, dat moeten we even proberen, toch? De Russische rondjes drink je bij een kop koffie. Komt-ie hoor. 1, 2... Dan moet ik hier zeker een colaatje bij doen. Oh, ik rijd toch wel een Hans Klok zo langzamerhand, hè? We beginnen met het zoet. Het ruikt naar niks. Het zijn de Russische ringetjes. Er zit een beetje suiker op, daarom zijn ze wit. In het koffietje. Ze smaken helemaal niks. Ze smaken niet eens zoet. Ik kan natuurlijk niet weten wat erin zit, want er staat mooi Russische tekst op. Het smaakt een beetje een hele oude cracker. Met een heel klein beetje poedersuiker erop. Als ik bij iemand op de koffie zou komen en die zou een paar van die ringetjes zo leuk zo erbij leggen. Hè, dat je denkt, oh, dat ziet er leuk uit. Hè? En dan neem je een slokje van je koffie. En dan denk je, ah joh, weet je wat. Ik doe ook zo'n lekker gek rondje bij. Dat zou ik wel zeggen. Wat een bijzonder koekje. Het smaakt hartstikke oud ook nog. Oh. Ik zie nu de houdbaarheidsdatum. Die was van 3 maanden geleden. Ja, dan begrijp ik het wel dat het... smaakt als oud. Het is namelijk gewoon oud. Nou ja, we hebben nog meer rondjes. En deze komen uit Italië. Ah, ah, wat moet ik doen, zeg? De Italiaanse ringetjes, die zijn wat meer met de hand gemaakt, ziet er daarna uit. Dan die Russische dingen. En deze. Mm. Deze zijn lekker. Ik heb niet het gevoel dat ze oud zijn. Het zijn... hartige ringetjes. Voor mij een glaasje prik. En ik proef venkelzaad erin. Even opzoeken. Tarellis, die heb je inderdaad in zoet en in hartig. En deze heeft inderdaad venkelzaad. En deze zijn wel hartig bedoeld. Want je hebt dus ook geglazuurde met suiker. Zoals deze. Alleen deze komen uit Rusland. Zijn niet tevreden. En ook nog een keer bok-out. Ik moet eerlijk zeggen, ik hou van venkelzaad. En ik hou van de Italiaanse troep. Dus deze zijn lekker hoor, voorbij een borreltje. Dus ik denk dat ze zelfs als ze niet oud zijn, die dingen, gewoon nog steeds totaal saai zijn en niet te bikken. Dit, ja, zou ik gewoon een paard geven. Of een geit. Maar niet bij iemand bij de koffie. Deze Russische zoeterondjes, die krijgen van mij 2. Die zijn namelijk niet te hakken. Maar de zusterrondjes uit Italië, met venkelzaad en een beetje zout... die zijn hartstikke lekker. Die krijgen van mij een 8. Zo, is dit filmpje ook weer een rondje. Is dat weer een rondje? Rondje, hoe kom ik erop?